En hierdoor kan ik nooit de verflaag van mijn laptop afkassen. Anodiseren. Van deze fles, als je een beetje je best doet, krap je zo de verflaag eraf. Maar van deze laptop zal dat nooit lukken. Waarom niet? Omdat deze zijn kleur heeft gekregen door middel van anodiseren. Net zoals fietsbel, de karabijnhaak en nog heel veel andere producten. Anodiseren, wat is dat nou? Daarvoor hebben we 3 stappen. En bij de eerste stap wordt er een bak gevuld met een vloeistof die stroom geleidt. Dan wordt er gezorgd dat er stroom gaat lopen door een batterij. En daarvan wordt de minkant verbonden met de vloeistof. En de pluskant wordt verbonden met hetgene wat je wil anodiseren. In dit geval de laptop. In de vloeistof bevindt zich zuurstof. En de zuurstof is negatief geladen. De laptop is positief geladen. Positief en negatief trekken elkaar aan, dus de zuurstof zal naar de aluminium van de laptop toe bewegen. Overal waar het zuurstof in aanraking komt met het aluminium, reageert dit met elkaar tot aluminiumoxide. En dit zorgt ervoor dat er een harde en slijtvaste laag ontstaat. En tevens zorgt dit ervoor dat er een gat ontstaat. Overal waar zuurstof met aluminium reageert, ontstaan gaten in de behuizing. En hoe langer de stroom blijft ingeschakeld, hoe dieper die gaten worden. Uiteindelijk ongeveer de dikte van een mensenhaar. Nu zitten er allemaal gaten in die behuizing. En dan? Dan is het tijd voor stap 2. In stap 2 wordt de laptop in een bad vol met verf geladen. Daar vullen natuurlijk de gaten, die vullen zich met die verf. En hierdoor krijgt de laptop zijn mooie kleur. Maar die verf die kan er nu nog uitlopen en daarom is er de derde stap. Tijdens de derde stap wordt de laptop in een bad gelegd met kokend water. Water van 100 graden. Hierdoor warmt de behuizing van de laptop op. En als iets warm wordt, dan zet het uit. Dus dat aluminium zet uit en daardoor is er geen ruimte meer voor de gaten. En die gaten sluiten zich dus. En zo zit de kleurstof helemaal opgesloten in het aluminium. Dit zijn de 3 stappen van het anodiseren. En nu weet je ook waarom je de verflaag niet van de laptop af kan krassen. Bij de fles lag het namelijk de verflaag bovenop het aluminium en die kun je er dus afhalen. Maar bij de laptop zit de verflaag helemaal in het aluminium. Helemaal opgesloten door het aluminium. En hierdoor kan ik nooit de verflaag van mijn laptop afkrassen. Van deze laptop.